Nou gaat het beginnen hoor. 3, 2, 1 en burnen! Laat het goed, blijf hier in de wand. Tweede versnelling, benen, wat zit hier? Jullie weten zeker dat jullie hier willen blijven staan? Voor de Burnout Madness hier op Jobfest. Met 3, 2, 1. Alright, it's on its own. Hij begint te burnen, ja hoor. Moedig hem maar een beetje aan jongens. Hoppakee, hier staat hij. De barbecue hier op Assen. Op zondag, op Pinksteren. De uitzorting van de Burnout Madness van Cannabis Energy Drink. It's alive! Ja, lekker hoor. En hij pakt hem ook gewoon door, hè. Wat zit hij? Is het nog de eerste snel in het denken? Oh ja, ik hoor geknetter. Dat betekent dat het warm wordt bij de banden. Dat we straks licht kunnen zien aan het eind van de tunnel. Wat misschien ook wel letterlijk het eind van de tunnel is voor de banden. Hij pakt mooi hoor. Hij heeft hem helemaal onder controle. En dit is hoe je de burn-out moet zetten. De Cannabis Energy Crew kunnen rustig bij zitten. De mensen achteraan zien niks meer. En je dacht dat roken slecht voor je was. Jawel. Hoppakee. Probeer nog een beetje te ademen vanuit de cabine. Maar dit is onder controle hebben hoor. Dit is wat er is en kan als geen ander. Dit is de barbecue aansteken op Jobfest als het moet. Oh, wat hebben we dit gemist. Er zijn circuits, dan mag dit niet meer. Het kan iets te maken hebben met GroenLinks. Maar wij staan hier en we mogen het nog doen. De Burnout Madness speciaal voor jullie hier vandaag op Jobfest. Hij gaat ook gewoon maar door, hè. Dit is meteen de langste Burnout ooit, jongens. Maar hoe lang gaan die banden dit nog volhouden? De brandblussen staan er klaar bij. Moet hij nog over de weg naar huis toe? Of houdt hij voor zich hier? Geef een applaus. Oh, ja, er staan nog wel mensen daar. Oké, we zien wat je in huis hebt dan. Oké, let's go! Jette, Burnout Madness! Cannabis Energy Drink, 100% legal! Burning it up here! Yes, en hij staat ook door. Hier begint een leuke rook op dit moment te ontstaan. Wauw, dat is het. Ja, probeer er maar binnenin te zitten en nog adem te halen. Dan moet gaan wapperen met de deuren. Geen idee of de bestuurder nog leeft, maar zolang die gas geeft, is dat een goed teken. Zullen we maar zeggen. Ja, die moet wel het airco-filtertje gaan vervangen zo meteen. Maar ja. Ik zie de hele auto niet meer, jongens. Er kan hier van alles staan. Maar het is natuurlijk de auto van Cannabis Energy Drink! Zo, meteen 10 jaar ouder.